wist u van tevoren wat, wat je allemaal kan doen hier? Nou, niet helemaal precies. Ik had natuurlijk wel wat overgelezen. Maar om het hier nu mee te maken en te zien hoe jongeren en ouderen ja, gewoon een spelletje spelen, maar tegelijkertijd ook een beetje gezond bezig zijn, vind ik wel een hele mooie manier om te zien van dat bewegen en gezondheid op een moderne, nieuwe manier voor de mensen beschikbaar wordt gemaakt. Mooi om te zien. U mocht zelf ook meespelen, hè? Hoe is u dat bevallen? Dat is mij heel goed bevallen. Het bowlen ietsje beter dan het tennissen, want het bowlen dat heb ik gewonnen, maar het tennis heb ik verloren. Ja. Smadelijk, hè? Ja, smadelijk verloren, eigenlijk wel, ja. Wat gaat u verder doen vandaag? Ik ga hier nog een beetje rondkijken en dan heb ik vanavond een Henk Bolk-lezing. Iemand die vanuit de dictatuur in Chili solidariteit vroeger hoog in zijn vaandel laat staan. En ik ga iets vertellen over solidariteit vandaag en met name in de zorg. Wat voor de Partij van de Arbeid natuurlijk een hele belangrijk issue is. Nou, een welbesteden dag. Een heel welbesteden dag. Dank u wel. Graag gedaan. Ja. Nou, ik ben allereerst begonnen met een presentatie. Dus de presentatie die we veel gebruikt hebben ook aan mensen die veel vragen hebben over het Funny Fit en het eigenlijk niet weten. Nou ja, dan moet je goede plaatjes hebben om ze daar iets over te kunnen laten zien en vertellen. Nou, vervolgens zijn wij samen het veld ingegaan, het gameveld. We hebben er in totaal vier grote speelvelden. En we hebben Martin gevraagd van kom eens kijken, maar kom ook eens meedoen. En er was ook een deelnemster, die heeft gezegd van nou kom maar hier, want ik ga zo pannenkoeken vangen. Nou, dat is natuurlijk altijd wel weten van, het is wel interessant te weten van wat dat dan interessant en wat het is. En wat voor bewegingen dat geeft en of iemand daarvan geniet. Nou, dat was een van onze oudere deelnemers die dat prachtig heeft laten zien. Mensen kunnen thuis dus eigenlijk tegen mensen hier spelen? Ja, dat maakt niet uit. Eigenlijk maakt het niet uit waar je zit, in welk land zelfs. Dus het kan ook echt heel erg internationaal zijn. Bij de opening hebben we toen ooit een keer gespeeld een voetbalwedstrijd tegen Duitsland. En gewonnen overigens. Dus dat blijf je bij. Dus,